bent heel, je zit er al klaar voor. Dat wilde ik zeggen. Waarvoor? Jij zit er al klaar voor. R. Zit hier R. In deze setting. Wat is dit voor setting? Met deze bank? De livestream setting. Juist. You got it. En daar moeten we iets over zeggen, toch? Nailed it, ja. Nailed it. Wat ga jij zeggen? Zo spelen? Zit ik erbij? Volgens mij niet. Nee, zit ik erbij? Jij denk ik wel. Ik heb geen idee wat ik ga spelen. Wat ga ik spelen? Weet ik niet. Weet je weet ook niet wat ik ga spelen. King's Quest misschien? Queen's Quest. Queen's Quest? Queen's Quest. Wat is dat precies? Ik heb geen idee. Puzzle gaan game. We King's Quest spelen? Puzzle game. We gaan King's Quest. Is dat een puzzle game? Geen idee. We hebben puzzle geen game. Idee op deze relatie. We gaan in deze livestream gaan we ontdekken wat King's Quest is. Queen's Quest. Ja. Ja. En nog iets. Gaan we nog meer spelen? Weten, gaan we nog meer spelen? Breach and Clear. Breach and Clear. Breach. Clear. Wow, dat deden we best wel sync. Zeker, is... wij zijn een soort van, wij zijn zo'n team. Maar je zit niet in de livestream, dus dat team gaat niet gebeuren. Skate, overigens, die komt hier. Komt Skate gewoon? Skate, de Graté, die komt hierheen. Wat een topman is dat toch? Ja, oké. Okay. Topman, ja. Een held. En, waarschijnlijk zit Shirley er ook in. Ja, Shirley. Misschien is ze dit keer dingen, noem maar de hele tijd Shirley. Dingen weer om en te Sally. Schrijven. Toch? En Sheila. Sheila. Ja? Shyla. Shyla. Shyla Boef. Shyla Boner. Wauw. Wat, dit is toch. Is dit het? Wat? Nee. Dan staat hij met Michael Bay op een of andere Oscar-uitreiking. Ja? En dan zie je zijn boner in zijn broek. Omdat hij gewoon te veel fame krijgt of zo. Die guy, man. Zo'n fucking weird guy. Hij is een weirde dude. Hij heeft ook hele vette soort van shit op internet. Een hele weirde guy. Do it! Do it! Dat doet hij. Ja, en hij staat heb met zijn. Ik heb gezien trouwens dat hij was bezopen was in Berlijn. Omdat hij had blijkbaar ruzie met zijn vriendin. Heeft hij er blijkbaar geslagen. Nice. Of zo. Toen ging zij weg. Pimp Daddy. En toen was hij in zijn eentje. Probeerde die Megan Fox te facetimen en zo. Maar dat is dat gefilmd? Ja. Is de facetime gefilmd? Maar dat is het ding met hem. Hij is niet eens famous meer. Maar iedereen weet nu dat het een weird guy is. Dus iedereen filmt hem. Als ze hem ergens zien. Maar ik denk wel dat het een act is. Want hij is echt normal as shit. Dat is die rap battle van hem, man. Dat hij ging spitten en zo. Dat hij allemaal rhymes van een of andere oude female hip-hop collector. Wat hij gejat of zo. Maar ja, gejat. Weet je, heeft hij gezegd van ik heb dit zelf bedacht. Weet je, hij ging gewoon rap battlen. Hij zet gewoon dat... Listen up, hear this shit, zat hij altijd. Ja, maar hij vond het gewoon een coole papje was. Ja, maar was een coole papje. Ja, hij bracht het overtuigend. Hij is een vieze guy met een rattenstaart. Maar hij heeft een fucking Jedi thing. Nee man, dat is geen Jedi ding. Dat is een soort van, ik heb geen huis en ik woon op de straat. Ja, oké, maar hij heeft ook een vette clip in. Van Sia, met een soort van meisje danst die dan. Ja, die is wel cool. Ik weet niet, ik vind het funny. Ik vind het een weirde... Eerst was hij echt super normaal. En nu is hij weird. En ik hou ervan. Ik vind het grappig dat misschien hij... Je moet dat hem een keer uitnodigen in de livestream. Ja, ik zweer het. Ja, hij komt ook. En hij komt, hij gaat nooit meer weg. Hij zit nu in Duitsland. Dus hij is in de neighborhood. In de neighborhood fruit. Ja. Maar, dus, maar dat niet in de livestream. Nee. King's Quest. En Breach and Clear. Breach and Clear. Ja. Het zijn tactische puzzelgames volgens mij. Oh, dat wordt helemaal niks met jullie dan. Hoezo? Ik ben fucking goed. Gast. Die escape room aflevering, jongen. Ik wist alles. Ja, helaas was je niet aan het puzzelen. Nee, ik was aan het filmen. Ja. Ik was aan het filmen. Ik kan namelijk wel rekenen met getallen. En ik begrijp wel dat er zwaarden achter vlaggen hangen. Ja. Dus dat soort dingen. We gaan het nog een keer doen. En dan Super ga ik het in mijn Dave. Eentje ga ik alles doen. Je gaat het zo meteen zien. Super Dave in de stream. Super Dave. En Emiel. Wat? En Emiel? Komt Emiel ook? Zeg je nou Emiel? Waarom zeg je Emiel? Over Shoot. Je moest in één keer over Emiel denken. Ja, moest in één keer aan Emiel denken. Emiel komt om Shoot te spelen hier. Nee, Emiel speelt Shoot op dit moment. Ah, dat wist ik niet. Maar we moesten een bruggetje maken naar Emiel. Daar komt hij. Jawel, ik mag deze GameKings extra even misbruiken. Of eigenlijk gebruiken voor Shoot. Dus als je Shoot haat, zet hem nu snel weg. Zet hem uit, doe het weg. Want ja, hij begint weer. Maar ik ben dus bezig met de game af te ronden. Hij is vertaald naar het Nederlands, naar het Engels, maar ik wil hem nog naar veel meer talen vertaald hebben. Ik laat me daardoor helpen. Ik spreek namelijk niet alle talen. Er zijn al heel veel mensen die me geholpen hebben met het vertalen, maar ik ben nog op zoek naar vertalers voor het Arabisch, het Deens en het Japans. En vooral het Arabische schrift en het Japanse schrift zullen dus ook gebruikt worden, dus ik heb daarbij ook wat hulp nodig. Met tips van jou over welk font ik moet gebruiken in de game. Dus kijk je dit en je denkt, nou, ik spreek vloeiend of in elk geval goed genoeg deze talen. En je kan me helpen, stuur me even een mailtje. Dat is emiel@purple. Het staat hier ook onder nu.
Stuur me even een mailtje met, yo, ik wil je graag helpen met het vertalen naar, en dan de taal. Dan krijg je van mij een linkje naar een documentje. En een linkje met een filmpje van Shootshoot. En uiteraard krijg je ook nog kopie van Shootshoot als je een iOS-device hebt en anders later de Android-versie. En je krijgt van mij een t-shirt. Dus heel erg vet als je me kan helpen. Stuur even een oproep. Misschien duurt het iets langer voordat ik kan reageren, want het kan zomaar zijn dat ik veel berichten krijg. Maar dat zou echt ontzettend tof zijn. En mocht je nou denken van, ja, ik ben niet gek van Shootshoot en ik wil eigenlijk wel meer weten over het developmentproces daarvan, dan kun je naar shootshoot.blogspot.nl en ook dat staat even hier. Ga erheen, ik schrijf namelijk korte verhalen over hoe ik nou eigenlijk tot Shootshoot ben gekomen. En de eerste gaat eigenlijk over de enorme tering zo die de App Store heet. Met 1600 dagelijkse releases, waarvan sowieso iets van 500 games. Waarom zou ik in godsnaam een game daartussen willen zetten? Nou ja, check die developer story als je het interessant vindt. En alvast bedankt voor alle reacties.